buiten om bij de tweede. Dan de voorzet. Voor wie? Ellen Jansen. En de redding van Sandra Paños. Voor de goal is Berenstein. De bal wordt net gepakt. Daar is dan de goal voor Barcelona. Voorzet van Renate Jansen. Bijna bij Ellen Jansen. Kiefster zit mis. En uiteindelijk heeft ze de bal. Dan kan iemand de bal zomaar aannemen in de 16 meter. Dan gaat de speelster van Twente onderuit. En dan is het zomaar 2-0. Jill Roort. Laat haar niet schieten, want ze kan wel scoren. Ze kan opbreed leggen naar Renate Jansen. En het schot wordt dan gepakt. Worm houdt de bal binnen. Het is Onzia met het schot uit de tweede lijn. Goede voorzet en daar is dan de 3-0. De schot in de korte hoek en die gaat er ook nog in. Daar is dan het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Mitzi. Net als in Spanje vorige week is Barcelona een van de eerste de beste mogelijkheden wel te verzilveren. En toen wist Twente eigenlijk al wel dat een plekje in de kwartfinale een utopie was. Ik denk dat we de eerste 20 minuten gewoon 1-2 kansen hebben. En als je die maakt, dan speel je een hele andere wedstrijd. Maar we zijn dus niet effectief genoeg op dit moment. En daardoor kantelt de wedstrijd. En dat is gewoon zonde, want je voelt 60, 70 minuten gewoon echt goed mee. Weer met de eerste kans krijgen we de doelpunt tegen. Dan is de wedstrijd ja, eigenlijk dan heel open. We moeten nog meer risico gaan. En we doen het weer goed. En krijgen dan het 2-0 tegen. Dat is dan ja, absoluut niet mooi voor ons. En daar missen we dan even ook de overtuiging misschien in de beslissingen en momenten. Ik heb wel veel respect voor hoe wij het gewoon daarna weer hebben opgepakt. Ik bedoel, we hebben 5 minuten denk ik, we zijn even teleurgesteld geweest. Maar daarna zijn we op dezelfde voet verder gegaan. Eigenlijk weer met de eerste omschakelactie van Barcelona kregen we de 3-0 tegen. Dat is dan extreem lastig. En, ja, ik ben wel blij dat de meiden daar ja, tot nu eigenlijk goed met omgaan. En eigenlijk weten dat het een goede manier van voetbal was. En ja, alleen dat resultaat dan even vandaag het slechte was. Maar het was wel een hele andere wedstrijd dan we vorig seizoen hebben gezien. We waren vorig seizoen heel passief. En ik denk dat we nu gewoon actief voetbal hebben laten zien. En als je dan in de rust met een 2-0 achterstand zit. Ja, dan zit je daar wel met een 2-0 achterstand. Maar toch heb je wel het gevoel dat je... Ja, dat is zo raar. Je hebt wel het gevoel dat je vandaag beter hebt gepresteerd, terwijl de cijfers harder zijn. We hebben zaterdag weer een wedstrijd voor de deur staan, dus we moeten de knop ook snel weer omzetten. En ja, we gaan maar weer voor het kampioenschap en dan hopen we dan volgend jaar niet Barcelona loten. En misschien dan wel de round of 16 overleven. We willen deze momenten hier in de Groningen met de Champions League gewoon weer pakken. En daar moeten we de competitie vol doorgaan. En ja, we zijn in 3 punten in de Ajax. Ja, daar doen we alles voor om gewoon volgend jaar hier weer te staan.